Ja, we zijn de afgelopen jaren hebben met z'n allen keihard geknokt om een actuele keten van te maken. Medewerkers staan gemotiveerd in de winkels. We hebben onze eigen collecties ontwikkeld. Maar we zien dat de transitie veel meer tijd nodig heeft. Die transitie is nodig om opgewassen te kunnen zijn in de verandering in het winkelbeeld. En die tijd die kost heel veel geld en die middelen zijn niet meer beschikbaar. En daarom moesten we naar de rechtbank om ons iets met laten vragen. Die transitie, daar heeft u het over. Waar gaat die transitie precies naartoe moeten leiden? Nou, we hebben ons gericht op het feit dat we een merk willen worden als winkelketen. Dat we een hele duidelijk gezicht hebben waarbij we Oost-Nederland exporteren naar de rest van het land. Met onze eigen kledingcollecties. We zien ook dat onze vrouwencollecties het echt heel goed doen. Daarnaast hebben we gezegd, als je de winkel binnenstapt bij Tunte, dan moet je ook Oost-Nederland binnenstappen. Niet alleen aan de producten moet je dat voelen, ook aan de medewerkers en het welkom. Nou, we zien dat die transitie had moeten leiden naar continuïteit voor de toekomst. Alleen, het winkelbeeld is veel rapper veranderd. Je ziet dat mensen toch wat sneller kiezen voor de grote steden waar wij nog niet aanwezig zijn. Nog niet, zeg ik, want we plannen waren inderdaad om die stappen te zetten. En je ziet ook dat de plaatsen waar we vanuit de traditie aanwezig zijn, de dorpen, langzaam maar zeker bezoekersaantallen inleveren. Ja, want u zit natuurlijk van oudsher hier in Oost-Nederland. En we weten allemaal dat de Achterhoek in Twente, ja, Achterhoek in ieder geval is een krimpregio. De Achterhoek is een krimpregio, maar je ziet nog veel heftiger dat winkelgebieden ingrijpend veranderen. Daarnaast is het best makkelijk tegenwoordig om met de trein en kruisvaartkaartje naar Arnhem, Utrecht, daarna Amsterdam te gaan. Waar het winkelaanbod groot is en het entertainmentniveau veel hoger. Dus je ziet zeker een wat jonger publiek makkelijker de trein pakken om elders te winkelen. Daarnaast heb je nog heel veel andere kanalen gekregen. Als je kijkt hoeveel er besteld wordt, s'avonds op de bank met een iPadje op je schoot. 24 uur diensten. Al die stappen waren wij langzaam, maar zeker. En misschien is het langzaam aan het maken. Maar wat je zeker weet is dat voor al die stappen heel veel geld nodig is. En tijd. Ja, u zegt misschien hebben die stappen te langzaam gemaakt. Misschien bent u ook te laat begonnen. Wie zal het zeggen? Ja, dat kan je helemaal niet zeggen. We zijn begonnen op het moment dat we moesten beginnen. En ik weet dat alle medewerkers van Tunte zich daar keihard voor hebben ingezet. Ze zijn heel enthousiast bezig geweest met het volgen van trainingen, met het naar zichzelf kijken, naar het verhogen van de dienstverlening en het achter de collectie staan. Wanneer bent u daarmee begonnen eigenlijk? We zijn 3,5 jaar geleden, 4 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Met die toen heeft u zich die omslag gemaakt? Toen zijn we heel duidelijk met die omslag begonnen en sinds 2 jaar maken we onze eigen kledingcollecties. Nu maakt u ook al, heb ik begrepen, 5 jaar verlies. Daar valt ook niet tegen op te werken, zou ik maar zeggen. Nou ja, we met een goede insteek en met een goede blik op de toekomst kan dat, want dat zijn dan verliezen die niet voor lief nemen, maar die weg probeert te werken. Alleen er moet wel licht aan het einde van de tunnel zijn om te weten dat je ze uiteindelijk ook kan wegwerken. Dus we hebben altijd een lange termijn visie gehad. Van oudsher is Tunte, heb ik begrepen, een familiebedrijf met oude wortels. Ja, het heeft een hele rijke historie. Het is in 1919 begonnen als een weverij in Winterswijk en heeft wel een turbulent verleden. In welke zin turbulent? Ups en downs. Ieder tijdperk heeft zijn eigen kansen, maar ook al zijn eigen moeilijkheden. Net zoals dat we nu weer in een hele turbulente tijd zitten. U had bijna een jubileum gehad van 100 jaar. Ja, over 2 jaar zou het 100 jaar geleden zijn dat de weverij Tunte ontstaan zou zijn. Ja. Het personeel, 250 man zo'n beetje, heb ik begrepen. Hoe is daar het binnengekomen? Ja, dat is natuurlijk als een enorme teleurstelling. Iedereen voelde wel dat er wat leefde. Maar wat ik zie en de berichten die we op ons intern communicatiemiddel hebben, blijft iedereen stevig staan en moedig staan. En vol enthousiasme onze klanten helpen. Ik sta echt van verbaasd hoe sterk onze medewerkers zijn. En nu, u heeft, zo heb ik begrepen, een gesprek met de curator. U bent in ieder geval vandaag voorlopig nog open. Wat gaat er nu gebeuren? Ik heb geen flauw idee. Dat is in de handen van de curator. We blijven in ieder geval voorlopig open, maar ook dat ligt in de handen van de curator. Ja, want u heeft natuurlijk, heb ik begrepen, ook wel eerder, voordat de dag van vandaag aanbrak, gesprekken gehad met eventuele overnamekandidaten? Ja, we hebben natuurlijk gekeken om te zien hoe we die continuïteit van Tunte met al het moois wat erin zit, voor kunnen zetten. Alleen, die hebben het nog niet geleid tot een goede oplossing. Maar wellicht dat er nu wat naar boven gaat komen, maar ik durf dat niet te zeggen. Ja, u zei het, de dameswinkels waar we nu ook in staan, dat was een daarvan, zusje van Tunte heet het geloof ik, die doen het wel goed? Nou, wat we zien is dat de damescollecties heel goed aanslaan. De laatste 2 jaar groeien we hard met onze vrouwencollecties. Onze kinderkledingcollecties, die zijn op dit ogenblik, die hebben het heel lastig. Het is ook een landschap waarin u nu zit met al die budgetketens, van Primark tot verzin het allemaal maar. Het gaat ook allemaal keihard en om een paar centen.
Ja, maar het zijn niet alleen de Primarks en de budgetketens. Het is veel breder. Het is ook op de manier waarop we winkelen. En dat is eigenlijk een hele mooie tijd. We zitten in een prachtige tijd. Alleen dat betekent dat je als onderneming ook door een transitie heen moet. En dat je eigenlijk bijna van scratch af aan zou moeten beginnen. Als je nu kijkt naar de succesvolle ketens, dan zijn het vaak wereldspelers. Of het zijn winkels die vooral georiënteerd zijn op het web met een fysieke aanwezigheid. Dus het is best een hele boeiende tijd. Alleen het is knap lullig als je zo keihard voor een keten vecht als de medewerkers van Tuut hebben gedaan. Zou je dan kunnen zeggen dat u ook net te klein voor het tafellaken bent geweest en te groot voor het servet? Dat de maatvoering gewoon niet paste? Ja, ik denk dat dat in ieder geval waar is. We hadden ook het streven om te groeien naar meer winkels. Omdat je met meer winkels ook beter je productie kan laten uitvoeren. Je collectie groter kan beetpakken. Daarnaast kun je ook met meer ketens een duidelijker gezicht neerzetten. Nou, die stappen moet. Nou, ook daar heb je veel geld voor nodig. En tijd. U maakt uw eigen collecties ook? Wij ontwikkelen onze eigen collectie. Dus we hebben eigen stylisten zitten die eigenlijk onze Nederlands georiënteerde collecties maken. En met, ja, niet alleen met trots. Ik ben trots voor alles wat we hier doen gedaan hebben. Maar ik vind het fantastisch uitzien. En dat zeg ik niet. Ja, weet je, u ziet het. Ik ben een man en ik ben geen modegod. Maar ik word er wel blij van. Hoe gaat u de kans in dat delen van Tuut te kunnen doorstarten? Weet je, ik weet dat gewoon echt niet. Als ik het wist, zou ik het zeggen. Maar dat is allemaal in handen van de curator. Wat we zien, is dat we gewoon heel veel mooie dingen hebben. Ja. En ik maak me eigenlijk ook geen zorgen om onze medewerkers. Natuurlijk, ik vind het echt heel beroerd. Ze hebben mij al het vertrouwen gegeven. En ik heb dat ook geprobeerd waar te maken. Maar ik vertrouw erop dat onze medewerkers weer een mooie toekomst gaan krijgen. Binnen of buiten Tuut, want dat zijn allemaal goede en gemotiveerde mensen. Eén ding is sowieso opvallend. Bij faillissementen is het niet gebruikelijk dat de directeur nog voor de camera of microfoon een toelichting geeft. U bent daar niet te beroerd voor. Nee, ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid daarin moet nemen. Al die klanten die misschien naar uw zender kijken, die hebben recht op om te weten waar we staan en waar we voor gestaan hebben. En hoe we naar de toekomst kijken. Ik vind dat al die klanten ons altijd trouw zijn gebleven, maar ook onze medewerkers. Ik ga dat niet uit de weg. Ik vind ook, ondanks dat stopte waar we mee bezig waren, die transitie, vind ik dat we niet gefaald hebben. We hebben hele mooie stappen gezet die heel moeilijk waren. En iedereen heeft zijn nek uitgestoken. En ik vind dat alleen maar heel bijzonder. En dat moet je ook kunnen vertellen en durven vertellen. Tot slot dan, neemt u uzelf wat kwalijk? Ja, en zo leuk. Dat is een mooie vraag. Ja, u bent de directeur. Nee, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik kijk iedere dag in de spiegel en dan stel ik mezelf de vraag of ik de dingen doe waar ik in geloof. En ik heb heel lang gezegd, ja, ik doe de dingen waar ik in geloof. En we hebben altijd de ethiek binnen heel Tuut te hoog gehouden. En dat blijven we ook doen. Dus neem ik mezelf iets kwalijk? Nee, ik heb de dingen gedaan waar ik in geloof.